Nou, na dit geweld gaan we over tot iets liefelijks. Het verhaaltje gaat over de liefde. En als ik nou vraag, is er iemand in de zaal die wel eens verliefd is geweest, dan krijg ik natuurlijk één groot gejuich. Dus ik kan beter vragen, is er iemand in de zaal die nog nooit verliefd is geweest? Ja, toch daar één vingertje. Nou, kind, je bent nog jong, dus er kan nog van alles gebeuren. Kikker is verliefd. Kikker zit aan de oever van de rivier en hij voelt zich vreemd. Hij weet niet of hij gelukkig is of bedroefd. En al dagenlang loopt hij rond alsof hij droomt. Wat is er toch met hem aan de hand? In de wei komt hij Varkentje tegen. Hallo, Kikker, zegt Varkentje. Wat zie je er slecht uit? Voel je je niet goed? Ik weet het niet, antwoordt Kikker. Ik moet lachen en huilen tegelijk. En hier, en hij wijst met zijn vinger op zijn hart, daar gaat het van boem, boem, boem. Nou, misschien heb je kou gevat, zegt Varkentje. Blijven ze een paar dagen in bed, lekker onder de wol, de knap je van op. Maar zorgelijk loopt Kikker verder. Tot hij bij het huis van Haas komt. Haas, zegt hij, het gaat niet goed met mij. Kom binnen en ga zitten, zegt Haas rustig. En vertel eens, wat is er aan de hand? Nou, soms heb ik het warm en dan ineens weer koud, zegt Kikker. En hier klopt het van boem, boem, boem. Haas denkt ernstig na, net als een echte dokter. Juist, zegt hij dan, dat is je hart. Mijn hart doet ook van boem, boem, boem. Dat is bij iedereen. Ja, zegt Kikker, maar dat van mij gaat veel te snel. Het gaat echt van boem, 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 boem. Dan neemt Haas een dik boek uit de kast en begint te lezen. Aha, zegt hij. Luister. Je hart gaat te snel. Je hebt het warm en koud tegelijk. Je moet huilen en je moet lachen. Dat betekent dat je verliefd bent. Woepie, roept Kikker. Ik ben verliefd. En van vreugde maakt hij een reusachtige kikkersprong. Recht door de deur naar buiten, zo de lucht in. Varkentje schrikt als Kikker plotseling vlak naast haar neerkomt. Nou, zo te zien gaat het alweer een stuk beter met je, zegt ze snibbig. Ik voel me fantastisch, roept Kikker opgewonden uit. Ik ben verliefd. Nou, dat is goed nieuws, zei Varkentje. En op wie ben je dan wel verliefd? Ja, op wie? Daar heeft Kikker nog niet over nagedacht. Maar na een poosje zegt hij, ik weet het al. Natuurlijk, ik ben verliefd op die mooie, lieve, schattige eend. Dat kan niet, zegt Varkentje.
Een kikker kan niet verliefd zijn op een eend. Jij bent groen en zij is wit. Maar kikker weet het zeker. Hij gaat naar huis aan zijn tafel zitten. Schrijven kan hij niet, maar tekenen des te beter. Hij maakt een prachtige tekening met rood en blauw en heel veel groen. Want dat is toevallig zijn lievelingskleur. En 's avonds als het donker wordt, neemt hij de tekening onder zijn arm en loopt naar het huisje van Eend. Aanbellen durft hij niet. Daar is hij veel te verlegen voor. Hij schuift de tekening voorzichtig onder de deur door en zijn hart bonst van opwinding. Dan gaat hij gauw naar huis. De volgende morgen vindt Eend die mooie tekening en is heel verrast. Zo'n prachtige tekening heeft ze nog nooit gezien. Wie zou haar die gegeven hebben? Ze hangt de tekening boven haar bed. Daar is kikker dus niks mee opgeschoten. Want nou wint Eend nog van niks. De dag daarna plukt hij blauwe, witte en rode bloemen. En hij maakt er een heel mooi boeket van. Daar zal Eend vast heel blij mee zijn. Maar als ze voor de deur staat, zinkt de moed hem in de schoenen. Hij legt de bloemen stiekem op de stoep en rent er vandoor zo hard als hij kan. De kikker is te verlegen om Eend te vertellen dat hij verliefd is op haar. Eend is heel blij met die mooie geschenken, want iedere dag krijgt ze weer iets. Maar ze weet nog steeds niet wie haar zo verwent. En zo gaat het dag in dag uit. Arme kikker. Zijn eten smaakt hem niet meer. En 's nachts kan hij niet slapen. Hoe kan hij Eend zijn liefde tonen? En dan op een avond, als hij weer in zijn bedje ligt te woelen, neemt hij een besluit. Ik moet iets doen wat niemand anders kan. Ik ga het wereldrecord hoogspringen verbeteren. Daar zal Eend van opkijken. En dan houdt ze vast en zeker ook van mij. Meteen de volgende dag begint hij te oefenen. Hij springt en hij springt. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Steeds hoger en hoger, tot in de wolken. Geen kikker in de wereld heeft nog ooit zo hoog gesprongen. Zijn vrienden, die van verre toekijken, zeggen: wat is er toch met kikker aan de hand? En Eend zegt: dat is heel gevaarlijk wat hij doet. Dat loopt nog slecht met hem af. En ze heeft gelijk. Op vrijdagmiddag om 2:13 maakt kikker de hoogste sprong uit de geschiedenis. Maar hij verliest zijn evenwicht, slaat over de kop en stort als een steen naar beneden. Eend ziet het gebeuren. En ze rent naar hem toe om hem te helpen. Arme kikker, hij kan bijna niet meer lopen. Voorzichtig ondersteunt Eend hem en ze neemt hem mee naar haar huis. Daar verzorgt ze hem liefdevol en geeft hem lekkere warme soep. O, kikker, zegt ze. Je had wel dood kunnen vallen. Wees toch voorzichtig
want ik hou zoveel van je. Als Kikker dat hoort, gaat zijn hart nog sneller kloppen dan ooit. En zijn gezicht wordt donkergroen. Eentje lief, ik hou ook zoveel van jou, stotterde hij. Daarom deed ik het. Vanaf die dag zijn ze altijd bij elkaar en ze voelen zich heel gelukkig. Een kikker en een eend, groen en wit. Want liefde kent geen grenzen.